Ik ben geen moordenaar, sorry. Ik ga ook geen onschuldige mensen op me iets aandoen. Sorry, zo ben ik niet. Ik ben God niet, dus ik kan niet zeggen dat hij onschuldig veroordeeld is, maar hij is in ieder geval onterecht veroordeeld. Ja, het is een verschrikking. Ik hoop nooit dat jij het meemaakt. Dit is iets, dat gun je ergens de vijand nog niet. Nou zeg ik net, je kunt beter een kogel in je kop krijgen. Van de binnen vanaf. Maar dit duurt al 7 jaar. En hoe lang nog?